Kom met je stem. Ja, we komen. Nee, Piet, je beschuldigt me nu weer van dat ik het ga... Het is geen beschuldiging, het is een feit. Oh, het is een feit. Als het maar gebeurd is en elke keer niet op film staat. Dus nu begin je al. De constatering dat wij zijn in gesprek. Ik zeg iets en dan op het moment zet jij je camera aan. En dan zeg jij, Piet, zeg dit. Maar dat heeft Piet niet gezegd. Piet heeft iets anders gezegd. Dus dat doe je nu dus weer. Maar omdat het buiten de kamer is, zijn de mensen daar natuurlijk geen getuigen van. Slimme Hendrikje. Aha. Maar kom op met je. Waar wil je op voorbereiden? Wat het over. Voor de kijker, een lijntje in deze opnames is altijd dat Piet erbij is. Wat er ook gezegd wordt. Ja, tuurlijk, maar dat staat niet op film. Daar gaat het over, Hendrik. Daar hebben we het nu over. Maar nu filmen wij, dus laten we met iets nieuws beginnen dan. Al draaiende. Wat ik even. Is je niet meer eens, hè, mensen, zie je? Want Hendrik wil de controle hebben. Einde aan. Als Hendrik het niet meer leuk vindt, zet hij hem ook af. Nee, dat is ook omdat er een beperkt geheugen is. Ja! Oh, maar hij is zo snel. Hij is briljant. Soms dan is hij mijn vriend. Soms verwerkt hij die hele filmpjes gewoon niet. Omdat hij zegt van... ik kan niet. Verdomd wordt er dus gewoon bij een rotonde in Culemborg. Wordt door een arrestatieteam na een wilde achtervolging... Daar ben ik niet bij geweest. Wordt dus een verdachte ingerekend. Ik probeer het te filmen. En deze mobiel... Ook niet, hè, Hendrik? Ja, is goed. Deze mobiel, die zegt... wat wil je? Filmen? Ik snap het niet. En dus heb ik per saldo gewoon helemaal geen film van die hele arrestatie... Dat journalistiek natuurlijk gewoon ruk is. Maar wat heeft dit nou met ons te maken, Hendrik? We hadden het ergens over en dan ga je over een arrestatieteam in Culemborg. Kijk, u kunt dit volgen. Het staat als een tang op een varken. Ik leg het zo even uit duidelijk te zeggen. Wat de beperkingen van deze mobiel zijn. Maar dat is Piet nu alweer kwijt. Oké. Okay. Ik sluit deze even nu af. Dan kan je het verwerken. Nee, er komen nog meer filmpjes. Maar...